De regering heeft er geen behoefte aan monetair te financieren en om meer geld in omloop te brengen. Dit zei vicepresident Ashwin Adin maandag op vragen van de media over de maatregelen die de regering zal nemen om ondernemers te helpen die getroffen zijn door de coronacrisis. De bewindsman maakte ook bekend dat de regering praat met verschillende actoren over structurele oplossingen, zodat iedereen wordt geholpen die economisch getroffen is door deze situatie. Behoefte om de mensen te helpen waar het kan. En dan moeten we gaan kijken hoe we aan die middelen komen. En dan moeten we gaan kijken wat mogelijk is binnen onze beperkte mogelijkheden om aan middelen te komen. Dat is het antwoord. Belastingvrij voor bedrijfsleven is ook in het pakket, ja. Belastingsvrij voor LVV-inputs en dat soort bedrijven is ook meegenomen in dit pakket. Dat is vooral voor de grotere bedrijven. Voor de klein- en middelondernemingen moeten we een andere oplossing. Dat hebben we ook al. We hadden het over KM en toerisme. Dus daar is er ook een oplossing voor. De vraag ten aanzien van, dus fiscaal moeten we kijken ernaar. En we hebben per sector bekeken, dus die maatregelen zijn hier al aangegeven. Maar u moet begrijpen dat het in een beschikking of een staatsbesluit of een wet, afhankelijk van wat je wijzigt, ga je daar een wijziging moeten brengen. Dus alle technische zaken moeten voorbereid zijn. Als de onderraad morgen zit, dan moeten we kijken wat al voorbereid is, zodat we snel kunnen inspringen. De impact van de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan is voelbaar. Volgens de vicepresident is de overheid bezig met een uitgebreid steunpakket om ondernemers tegemoet te komen en zoveel mogelijk banen te behouden. De regering is zich ervan bewust dat velen in de problemen zijn geraakt door de COVID-19-pandemie. Geld moet aan de andere kant door financiën beschikbaar gesteld worden. En we hebben de afgelopen dagen gezien, de weken, van waar we de middelen gaan halen. En het is een wereldwijd probleem. De wereld heeft geen antwoord hierop. De wereld heeft geen antwoord op COVID financieel. Dat kan ik u nu zeggen. Het is geen Surinaams probleem. We zijn niet in de gelukkige omstandigheid een geldpers te hebben dat we maar persen en er komt geen inflatie. U ziet dat Europa zelf durft te bewegen richting, nou dan gaan we maar de zaken openstellen, anders moeten we opdraaien voor alle loon in het land. Maar ik ga u zeggen, wij hebben een andere prioriteit gesteld. Wij willen geen doden in het land. Daar begint het mee. Ten eerste gaan we ervoor dat wij geen doden hebben zoals we hebben gezien. En als je inderdaad verslapt en begint de businesses allemaal te draaien waar vooral menigte bij elkaar komen, ja, dan heb je dat probleem. De maatregelen moeten er onder meer voor zorgen dat bedrijfsleiders hun personeel kunnen betalen en ook als hulp voor zelfstandigen om het hoofd boven water te kunnen houden.